Gentse stadhuis wordt voor de 11e keer de Vlaamse scriptieprijs uitgereikt. Met de prestigieuze onderscheiding plaatst de VZW Scriptie aanstormend wetenschappelijk talent in de kijker. En die allerbeste dames en heren, Lieve Rijk, jullie zijn. Dit jaar gaat de prijs naar Lien Verrijd. De alumna van de Universiteit Gent overtuigde de jury met een diepgravend werk over de internationale immuniteit van bedrijven. Het moet nog een beetje bezinken. Ik realiseer het mij nog niet helemaal, maar ik ben er zeer, zeer dankbaar voor en zeer dankbaar aan de jury dat ze mij eruit gekozen hebben. Het is onwerkelijk op dit moment. Mijn scriptie gaat in essentie over het feit dat op dit moment het niet mogelijk is om rechtspersonen, daaronder verstaat u bedrijven, aansprakelijk te stellen voor het internationaal strafhof. De bevoegdheid is beperkt tot natuurlijke personen. En toch, toen ik ging zoeken waar er een groot aantal voorbeelden van rechtspersonen die zich schuldig maakten aan misdaden tegen de mensheid, genocide, oorlogsmisdaden. En dan ben ik eigenlijk gaan proberen van te kijken waarom bestaat dit niet en vooral hoe kunnen we het praktisch uitwerken. Dus niet te houden bij het is nodig, maar ook hoe gaan we het realiseren. Voor deze editie schreef een recordaantal van 297 studenten zich in. Uit al die inzendingen een winnaar kiezen is geen makkelijke klus. Juryvoorzitter Indra de Witte vertelt waarom precies de scriptie van Lien Verrijd werd gekozen. Ze was en vlot, het was wel moeilijk, daar niet van. Het was in het Engels geschreven, dus ik kan niks zeggen over de Nederlandse taal. Het was zeer verzorgd, het was een zeer uitgebreid bronnenonderzoek. Maar ook de durf, de moed wat zij had om dit aan te pakken. Ze heeft een internationaal probleem binnen het juridisch stelsel eruit gelicht. Ze heeft ook verder gedacht aan deze thesis. Ze heeft ook al nagedacht wat de politieke en de praktische bezwaren kunnen zijn. En ook daar heeft ze tenminste een eerste stap naar een oplossing gebracht. Het is goed dat het werk van studenten wat meer aandacht krijgt. En ik heb gehoord van de jury een vrij hoog niveau geweest. Dus leuk initiatief en ik was blij van erbij te zijn. Met Martin Robbins is een opvallende internationale spreker aanwezig. De Brit Robbins werkt overdag als onderzoeker. 'S Avonds schrijft hij als blogger en wetenschapsjournalist voor onder meer The Guardian. It's fantastic to see all these sort of young promising talents and the research that they're doing and that they're so keen and enthusiastic when it comes to explaining that research to the wider public as well. Some of them are clearly very talented on camera and in writing and I'm sure they've got great futures ahead of them.